Yo mensen, ben je goed? Ik heb vandaag gaan we verder met Pokémon FireRed. Het eerste wat ik opneem naar mijn eindexamen. Dat is wel raar, want ik zou denken, oh, eerst goed als Fireball, heb ik mooie verhaaltjes in te vertellen. Maar nee, we doen Pokémon FireRed. Voor de mensen die afvragen wat dit hier is, dit achter mij. Dit is een kussen. Zit tegen mijn rugleuning aan, zit zwaar chill, echt niet normaal. In ieder geval, ik ga met mijn hand op de muis, automatisch. Maar die hebben we hierbij niet nodig bij deze game. Ik moet heel eventjes kijken. Dus ja, en als dit aan. Dan moet dat aan. Oké. Okay. Heel even de controls terugkrijgen. Want ik denk dat deze aflevering, deze serie nog hooguit 5 afleveringen gaat duren. Heel simpel. Want die andere gyms zijn hartstikke simpel. Eén gym, nog een gym. En naar elite 4 toe lopen, elite 4 verslaan. Dat zijn 4. Aflevering zou ik daarmee kunnen vullen, denk ik. Dan zou ik misschien te snel doorklikken naar eiland 1, 2 en 3 gaan. Zou kunnen. Zou kunnen dat ik het doe. Waarschijnlijk niet. Maar fijn als dat ook weer klaar. Tenzij ik collectie dish of zoiets ga doen. Gaan we hier naar boven? Nee, dit gaan we gewoon leeg laten. Dan kunnen we een Hitmonlee of een Hitmonchan halen, volgens mij heet ze zo. Maar ja, die hebben we niet nodig, want we hebben al Primeape als fighting type. Dus ja. Niet erg heel erg nodig. We hebben geen Pokémon die Fly heeft bij ons. Die moeten we even ophalen. Gelijk even Pokémon healen. Ik doe het dan even doorspoelen, want ja. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Hebben we dan nog gefixt van de gym die we vorige keer hebben verslagen. Dan gaan we Move Pokémon's kiezen. En dan moet ik even nadenken. Voor mij was het Chiding. 90% zeker Chiding. Gaan we nu even wisselen voor Charizardos. Die Shinyosos is. En dan zie je in de layout helemaal niks veranderen, want daar ben ik nu te lui voor. Ik heb nu tijd, maar ik ben nu te lui. Snap je dit? Nee. Komt eigenlijk omdat ik nu al in de layout heb staan gewoon... Ja. Dat ik nu in de layout heb staan als standaard wil gaan gebruiken, als standaard team. Ja, het is gewoon een superkrachtig team. We hebben water, elektrisch, vuur, psychisch, fighting en grass eigenlijk. Bijna alles wat je nodig hebt. Ja, vandaar. Dan weet ik ook hoe je hier langs kan lopen zonder mensen te battelen. Want daar heb ik even helemaal geen zin in. Ook had ik nou eens het idee. Godsamme man. Bijvoorbeeld bij Minecraft 2005. Dus ook, dat we daar nog een keertje over hebben. Kom op. Ja, go. Om dan bijvoorbeeld het minen in plaats van helemaal offscreen te doen, dan s'avonds een keertje als ik zeg maar ga doen, gewoon gaan livestreamen, gewoon heel random. Weet je, dat je toch nog kan zien dat het legit is. Maar ja, in de screen hoeft, want dat is gewoon saai. Vandaar. Die fiets, oké, go. Lalala, en we zijn er, mooi. Pokémon switchen. Switch aan. En dan moeten we nog dat gebouw daar links in. Ja, ik snap het helemaal. Ja, we hoeven ze eigenlijk om niet te restoren, want ze waren net al gerestoord, maar dat maakt allemaal niet uit. YOLO. Nee. Staat daar move items? Nee, ik heb geen enkele item op Pokémon staan. Dus dat is een beetje onnodig. Zeker weten. Oké, uit. Goed, ho, niet de markt in. Wat wij gaan doen is, kunnen we hier gelijk wel in dan? Nee, door is locked. Moet je hier naartoe? Dat weet ik gewoon. Naar de Pokémon Mansion. En ik heb eigenlijk geen zin om hier Pokémon tegen te komen. Dus wat, daar, is het de time to use that? Oké, okay, dat is zeker jammer. Wat wij dan gaan doen is, wij gaan back en we gaan repel usen. Repel. Oh, nee, dat is revives. Bijna hetzelfde. Repel. Deze. 100 stapjes kunnen we zetten zonder dat het tegenkomt. Dat was chill. Dan weet ik alleen niet zeker hoe het moest. Maar is deze switch hier. En dan. Nee.
wel bijna dit. Oh, nee. Oh, kut, shit. Relocate. Lame beast. Lame beast, weg mee. This is the use. Time to use that. How you fucking small. Dan moest je hem hier niet switchen, maar ergens anders. Yo. No, no pressure twice. Hier dan naar boven of zo. Ja. Ja, dan switch hem hier om. Zo. Ja. En dan laat je jezelf door deze vallen. En dan moet je even hier langs lopen, anders gaat hij battelen. En wie heeft daar nou zin in? Ik denk helemaal niemand. Dus dat doen we zo. En dan pak ik even deze pokeball op. Wat was het? Carbos. Geen idee wat het doet. Zie ik dan wel een keertje. Dan dus hier doorheen. Deze switch omgooien. Ja. Dan kom je iets tegen. YOLO. We gaan gewoon nog geen repel meer doen. Omdat misschien kom je dit als tegen. En dit was zijn awesome. En die wil ik stiekem nog wel even vangen. Niet dat ik iets aan heb. Maar YOLO. Repels. Effect. Wacht wat. Kan die ander doorheen? Vaag shizzle. Oh, ik wist, dat je die hier tegen kon komen, joh. Die is wel heel awesome. En daar heb ik mooi net langs gelopen. Maar moet je deze wel switchen? Moet je ervoor gaan staan? Secret switch. Press it. Good. Primer. Hallo, Primer. Dat is goed. Ik ben weer weg. Ah, koffing. Ja. Dit is zeker een interessant verhaaltje, ja. Godsamme, dit is echt niet normaal druk hier. Ik loop twee stappen of zo. Ja. Oké, wat wel een leuk verhaaltje is dat te vertellen. Is Secret Key, die hebben we hier dus nu. Is dat ik een beetje lag of zo erin heb. Dat ziet, ziet er niet echt soepeltjes uit. En dan gaat hij wel wat soepeler. In ieder geval. Is dus dat mijn broer, mijn grote broer. Niet van spoor, maar een andere broer. Die speelt dit vroeger. Kan ik nou niet weg? Is dit? Can't escape? Wat is dit voor nonsens? Dan gaat hij me dood. In ieder geval, die vond hij dus eerst een shiny Ditto. Fucking episch is. Want de shiny Ditto, die verandert dus naar de shiny vorm van wat tegenover je staat. Pittig grappig dat het is. Oh nee, Citrus Berry. Spark en je gaat dood. Ja. Zo effectief, hè. Jammer, hè. Ja. Bam, dood. Hè. Dan ben je niet meer zo stoer, hè? Lock on. F-checken. Lock on. The user looks at her fool making the next move sure to hit. Zeker weet handig. Maar hij raakt wel heel veel, dus dan is dat heel erg nodig, lijkt mij. Klik een beetje te veel B en dan krijg je dat soort meuk. Oh wacht, hier ligt nog een. Oh! Yes, repel. Ik heb geen idee wat het was, maar ik moest eventjes snel zijn. Kut! Ah, hij zag me toch nog. Damn it. Ja, maar ik denk wel dat je misschien ziet hem niet. Misschien kan ik al lang sneaken. Maar nee hoor, hij ziet me wel gewoon. Wat is hij toch een beest? Hij heeft maar wel maar twee. Ik was echt fucking overpowered. Dit is niet slim, Jeroen. Je pakt gewoon eventjes dit. Oh godsamme. Spark. Nee, kut. Spark is natuurlijk niet goed. Nou ja, nou is er nog best wel redelijk wat. Oh nee. Telefoon. Tijdens de opname. Wat een rampje is dit. Misschien knip ik het er wel uit. Zeker weten.
Goed, het was een knipje. Ik weet niet wat allemaal is geknipt, maar in ieder geval. Mijn Sparkle is dood en ik heb geswitcht voor Charizard. Die nog steeds geen goede, coole, naam heeft. Een beetje YOLO, we moeten hem even de ding. It's super effective, of course it is. Wat is die? Electrode. Ik weet dat die self-destruct kan doen en ik ben pittig zeker dat hij die doet als ik het uiteindelijk kom. Nee, doet het niet. Wat? Oh shit, hij is dood. Goed, wat wil ik doen? Oh, Lapras is best wel laag level, hé. Lapras moet best wel getraind worden, hé. Bam. Jee, Lapras krijgt super veel XP. Oh, nou, hoe heb je dat nou weer gedaan? Wat is dat voor magio? Magische godsamme is switch in druk ik ook weer deed op de verkeerde knop. God, dit vind ik zo irritant dit. Dan moet ik weer die switch in gaan klikken en moeilijk zeik over. Oké, switch. Nou is de grond hier veranderd. En weer zo'n fucking overpowered Raticate die alsnog gewoon in mijn ding komt terwijl ik een repel heb gebruikt, weet je. Zo van, haha, fuck jou Jeroen, jij gebruikt een repel. Ik kom er toch in jouw beeldscherm. Oké, eruit, rennen. En we zijn eruit. En dan gaan we nu naar de gym. Nee, gaan we niet doen. Eerst even naar de computer. Alles fixen hier, oh. Even kijken, wat voor gym is dit? Was vuur, deze gym. En dat betekent Lapras, niet dat, Pokémon. Lapras eventjes voor aan. En dit was een gym dat je Pokémon's moest battelen. De trainers moest battelen en dan kon terugkomen. Ja, ik ga er gewoon vol in. Weet je, hooguit dat we het niet helemaal halen in deze aflevering. Anders is het weer zo kort en ik veel pijntjes, dat kan makkelijk. Tja, die fiets. Surf, de Murph. Super effective. Oh no. Body slam. Het is vlot, die is dood. Die is dood. Vulpix. Nou, doe me niet. Doe me gewoon even niet. Hey. Water pearls. Bam. Oh shit. Het is helemaal niet zo heel effective. Surf is nog effective. Effective. What the fuck? Bam, dood. Jee, dood. XP, jee. Ninetales. Ben ik niet bang voor een surf. Go. Dit zijn allemaal onbelangrijke gevechten die je eigenlijk wel op bijna uit zou kunnen knippen. Doe het niet. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat je ze eruit wil. Ah, Lapras is confused. Dat is zeker kut voor hem. Maar hij doet nog wel even surf. Oh, alleen mooi, hè. En hij gaat niet dood. Godverdomme. Gaat zichzelf? Ja. Wauw. Vind ik echt wauw. Quick attack en ga ik nu dood? Nee. Ga ik mezelf. Nu ga ik het zelf. Ja. Suicide. For the win. Yes. Yes. Wist het. Gewoon. Fuck jou, Jeroen. Bam. Suicide for the win. Godsamme. Godsamme. Wat is dit voor magie? Echt de hekserij, hero. Oh. Oh. Oh, kut. Ik heb het verkeerde. Oh joh. Sonic Boom, die bedoelde ik. Als het nou zichzelf vermoord. Ja, hè. Hehe. Dat, daar zat ik even op te wachten. Oké, de muziek hier ook. Tja, dat is de eerste deur. We gaan eerst even naar Pokémon zetten. Hey, we gaan naar Pokémon.
En dan gaan we de volgende keer deze gym fixen. Bij 21 gaan we de gym fixen. Er staat trouwens nog iets heel belangrijks op het einde van de aflevering. Natuurlijk, dan zijn de belangrijke dingen op het einde van de aflevering. Volgende keer kan het een heel gek moment in de week zijn. Of in ieder geval eerder dan woensdag, want ik ga het hele upload-schema om de gooien. Ik heb hier een papiertje waar een schets op staat van hoe het gaat worden. In ieder geval, het hele upload-schema gaat door de berg. Helemaal anders. En dat wordt gewoon episch, hoop ik. Ja, geen twee uploads. Ik had gezegd wij vorige Pokémon. Maar wel een ander upload systeem wat cool is. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!